leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mijn zoon. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Het is een hele mooie dag vandaag. Oftewel, it's a motherfucking beautiful day. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Deze zit achterop. En wij gaan naar het dorp toe. Wij moeten even wat spulletjes terugbrengen. Want iets was niet in een goede maat. En wij gaan eventjes wat eten in het dorp. Gezellig met z'n tweeën. En voor de rest hebben we helemaal geen planning voor vandaag. Dus jullie gaan het allemaal vanzelf weer zien. Het is een verrassing. Wat leuk. Jullie houden van verrassingen. Holla die. Ha. Knolpower. Enzo Knol. Ik ben er weer. Ja. Op je beeldscherm. Ik schreeuw te hard. Ik ben te druk. Tot zometeen. Oh, holy fuck. Holy fuck, ik wil hier tegenaan gaan liggen, maar er scheen de hele tijd de zon op. Oh, dus dat was in één keer fucking heet. Maar hey, Dee, ik heb gehoord dat jij nu in het water gaat springen en dan vol met je platte gezicht in je buik. Nee, ook niet met je rug? Nee. Ik kan het ook niet aan Bumper vragen, want Bumper die ligt alleen maar als een luie flikker eigenlijk aan de zijkant van het zwembad. En Bumper is inderdaad en daar viel die. En Bumper is inderdaad een beetje bang voor het water. Dus dat gaat hem ook niet worden. En sorry, ik ga het niet nog een keer doen. Het deed echt super veel pijn. Maar ik ga wel even een heerlijke duik in het zwembad nemen. We waren trouwens snel door de stad heen. Naar het dorp eigenlijk. Hallo. Weet je wat raar is? Zeist heeft 60.000 inwoners. En Assen, waar ik vandaan kom, heeft iets van 76.000 inwoners. En 60.000 inwoners noemen ze dan een dorp. Nee, dat is en niet waar. Hoezo is dat niet waar? Niet waar. Het heeft er niks mee te maken. Het gaat om dat vroeger, in de geschiedenis, was er een moment en dan moest je als stad stadsrechten aanvragen. En dat heeft Assen wel gedaan en Zeist niet. En dat is het verschil? Ja. Dus als jij vroeger stadsrechten hebt gekocht, dan kan je jezelf een stad noemen. Als je geen stadsrechten hebt gekocht, ben je een dorp. Oké. Kan ik ook een eigen stad oprichten? Je kan geen stadsrechten meer kopen, dat bestaat niet meer. Dat kan niet meer? Nee. Dat is uit de mode. Ja. Jammer, anders kon ik een knolpowerstad maken. En dan kon ik gewoon een eigen grond kopen. En dan kwamen er steeds meer inwoners. En iedereen die bij mij in de stad woonde, dat was een knolpower member. Oh, dikke shit of niet? Zou jij erin willen wonen in een knolpowerstad? Laat het weten in de reacties, want anders ga ik serieus over nadenken. Kom jij dan ook wonen? Mm-hmm. Mag dan bij jou een huis? Vooruit dan maar. Hey, weet je waar ik in één keer aan dacht? Dat had Dee laatst gezegd. En ik dacht, het is nu wel leuk om te doen. Dat is om het hele zwembad zoveel mogelijk te vullen met waterballonnen. Kijk, en we hebben hier een hele bak vol met waterballonnen. Dus laat ik deze... Oh, Bumper, wil je het ook? Ah, wil Bumper een waterballon? Oké, die oortjes. Oh, Bumper wil een waterballon, hè? Ik ga er eentje voor je pakken, Bumper. Kijk eens. Oh. Bumper, hè? Yeah. Die ging snel kapot. Wil Bumper een nieuwe? Ja? Nou, gaan we nog één keer proberen. Nou, hebben we een nieuwe? Pak hem maar, Bump. Goed zo. Hey, als je deze vult, kan ik hiermee maken. En toen was hij weg. Oh, ga jij daarmee water? Oh ja, dit is een speciaal ding. Dat is wel geinig. Dus als jij die vult, dan kan ik ook helpen. Oké. Nou, daar gaan we. We gaan beginnen. We gaan proberen het zwembad zo vol mogelijk te krijgen. Holy shit, het is ons gelukt. We hebben alle waterballonnen hebben wij opgepompt, moet je dan zeggen? Opgepompt, hè? Ja, opgewaterd. Opgewaterd. Ik weet even niet hoe ik het moet noemen. Maar hier zijn ze dan allemaal. Ik ga ze niet tellen, maar het zijn er echt superveel. En Bumper, Bumper komt vet droog aanlopen. Bumper die vindt het ook heel erg leuk. Jij vindt het leuk hè, Bumper? Dan moet je kijken hoeveel hier ook allemaal zijn. Dus nu ga ik even een verse duik... Wow, het ziet er echt kleurrijker uit. Het ziet er echt heel erg vrolijk uit. Kunnen wij ze gewoon erin laten als we weggaan straks? Ja, nee, het kut is dat ze in die pomp gaan en dan gaat die pomp verstopt. Oh, daar zo. Ja, daar zit de pomp. En dan gaan ze daar allemaal in zitten. En dan kunnen we dat niet goed met rust laten, want anders gaat de hele pomp verstopt. Ja, je bent een soort, dit was even voor de doven. Ja, je deed mooi de verbeelding. Nee, dansje maar als jij het nou. Oh, oké. Okay. Ja, ik ga even een heerlijke duik nemen. En eerst deden mijn GoPro beelden het niet. Alleen nu, ondertussen dat ik hier aan het zwembad zit, zit Davey op mijn computer Sony Vegas te fixen. En als het goed is, tegen de tijd dat ik deze vlog ga bewerken, is alles gemaakt. Dus ik ga nu even zwemmen, samen met de GoPro. En dan ga ik weer even wat beelden opnemen, want jullie vonden dat altijd super vet om te zien. Ik heb het alleen een tijdje niet kunnen doen, omdat mijn GoPro en Sony Vegas even een haatrelatie hadden. Maar als het goed is, is die relatie straks verbeterd. Dus dan gaan jullie nu wat vette beelden zien van Enzo Knol, die lekker gaat zwemmen. En deze keer niet in zijn bikini. Geniet ervan! Thank you.
Komt-ie mensen, opletten mensen, opletten. Opletten. Ja, hij ging niet kapot. De monster. Zo, eventjes snel wat boodschappen doen, want Enzo Knol gaat vanavond weer koken. Yes! Nou, ga je een vieze bek trekken? Nee. Ik ga heel lekker koken. Ik ga namelijk... paella maken. Yay! Dus we gaan even wat ingrediëntjes halen daarvoor. Enzo Knol heeft gekookt en het ziet er fucking lekker uit. Dus eet smakelijk. Ik kreeg het op je hoofd. Dat was ook de bedoeling. Nee, maar we gaan heerlijk eten en het ziet echt goed uit. Ook al zeg ik het zelf. Ik mag mezelf wel even een complimentje geven, vind ik. Dus wij gaan heerlijk eten. What the fuck heb ik vandaag? Ik ben vandaag super... chagrijnig. Ik weet niet wat ik heb vandaag. En ook Enzo Knol kan chagrijnig zijn. Ik ben nu een beetje uit het raam hier aan het kijken. Er gebeurt helemaal niks boeiends hier in de straat. Meestal als ik aan het vloggen ben, dan gebeurt er nog wel iets episch. Ja, ik heb eigenlijk bizarre dingen vastgelegd op de vlogs altijd. Gewoon nog nooit een diefstal. Dat lijkt me nog wel eens een keer vet. Dat ik ergens kom en dat er serieus net een diefstal wordt gepleegd. Dan ga ik ook echt wel in actie komen. Ga ik gewoon die dief achterna. Dat lijkt met me wel camera in. Met camera in mijn hand, tuurlijk. Dan leg ik alles vast. En, er komt iemand binnen. Yo man. En ik heb iets fucking vets. Ik heb namelijk een nieuwe achtergrond op mijn laptop. En jullie kennen hem allemaal. Het is Cookie Monster. En hij eet mijn muis. Nom 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 nom. Maar Niels is hier. Kijk wat Niels heeft meegenomen. Wat heeft Niels... Wow, mijn camera doet weer kut. Yay, wat heb je meegenomen? M&M's, hey. Hou je handen doen. Yeah, M&M's. Die zijn het lekkerst. Day out van alles. Day out van alles. Alles. Alles wat met snoep te maken heeft. Wij gaan even gezellig met z'n drieën een film kijken. En dat is het eigenlijk zo'n beetje. Voor de rest ga ik gewoon lekker in bed liggen. En ga ik vroeg naar bed. Ik weet echt niet wat het is vandaag, mensen. Ik voel me vandaag gewoon kut. Ik voel me echt chagrijnig gewoon. Ik heb echt een kutdag. Heel erg apart. Het begon allemaal wel leuk. Maar ik werd in één keer heel chagrijnig. En dat is niet meer weggegaan. Soms heb je dat. Shit happens. Ik check jullie zometeen weer. Doei. Nou, zoals jullie zien vond Enzo het een heel leuk einde van de film. Vond jij mij leuk? Ja, fantastische film. Nou, Niels gaat naar huis. Wij gaan slapen, want het is het einde van de dag. Enzo is al knock-out. Dus ik sluit de vlog bij deze af. Wat moet je doen? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op zijn kanaal. Kijk iedere dag om 4 uur naar zijn vlog. En om 7 uur naar zijn Minecraft survival. Tot morgen bij een nieuwe vlog. Dikke. Vette. Peace. Knol Power. Knol Power. Goed zo.
Doe alvast je blauwe duimpje omhoog. Het is einde van de vlog. Nog een keer. Wat moet ik zeggen? Doe een blauw duimpje omhoog.